wil iedereen graag hartelijk welkom heten op deze verkiezingsdebat. Ik wil me ook even voorstellen, ik ben Hans Abe. Ik ben voorzitter van lokaal RVV Limburg-Noord. En ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om namens, als voorzitter zijnde macht had, onze gasten te verwelkomen. Ook de 7 politieke partijen met hun lijsttrekkers. Ik wil aan deze kant beginnen. Als ik het nog goed genummerd heb en ze zijn niet gaan verzitten, zitten ze nog op de plaats waar het bordje stond. Voor het CDA is dat Jan Lonen. Daarlangs zit, als ik het goed heb, voor Venray Lokaal Carla Brugman. Dan op de derde stek, zo zullen we maar zeggen, eventjes, is samenwerking Venray met Martin Leenders. Op vier zit... Achter zit D66 met Daan Jansen. Dan aan de andere kant beginnen we met de SP, met Jan Hendricks. Daarlangs zit de VVD met Harry van Oosthout. En als het goed is, hebben we er nog eentje overgehouden voor de laatste. Dat is de PvdA, maar het is A-select gebeurd trouwens. Dat is Henk Bisschop. Bisschops met een S, dan maken we er nu een S van. Henk Verrees wil ik voorstellen als debatleider. Henk zit daar. En de inleiders, dat is Felix Alejandro Perez. Daar zit Felix. En Paul Lempers. Politiek debat, zoals Hans al aankondigde, over thema's waar de FNV zich ook druk over maakt en waar op gemeentelijk niveau ook keuzes gemaakt kunnen worden in de gemeenteraad door politieke partijen. Goed, de eerste stelling. Werken zonder loon helpt mensen niet uit de armoede en verdringt vaste banen. Dubbele punt, stop werken zonder loon. Misschien eerst maar het rondje stemmen, hè, dus de groene of de rode kaart. Willen de dames en heren politici even hun kaart laten zien aan de mensen? Jullie mogen dadelijk. Maar eerst maar eens even, zeg maar, nou dan tel ik daar 3 rode en 1 groene. En hier 2 groene en 1 rode. Nou, dat moet kunnen leiden tot toelichting, deze verschillende keuzes. Ook maar eens even meteen aan iedereen in de zaal. Wie is het eens of oneens met deze stelling? Dus groen is eens en rood is oneens. Ik begin maar in willekeurige volgorde. Henk van de PvdA die groen heeft laten zien. Ja, goed. En ik zei eigenlijk al aan het begin, je kunt de stelling natuurlijk van 2 kanten bekijken. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik, dat ik de rode kaart had laten zien. Want er gebeurt natuurlijk toch wel wat, ondanks wat... Ik zit er volgens mij bovenop, maar goed. Zo is het beter. Ik ga mijn best doen. Even kijken. Want dat betekent dat er wel degelijk natuurlijk ook bij werken zonder loon, dat daar een traject aan vast kan zitten. En dat betekent dat je, als je met afgebakende termijnen werkt en perspectief hebt op werk daarna, dan kan dat best wel helpen. In principe werken zonder loon, zonder perspectief, dat willen wij niet. Daarom heb ik ook de groene kaart laten zien. Het werken in de wijkcentra hier, wat Felix even aanhaalde, ja, daar zou ik nog best wel wat over willen vertellen, maar dat voert nu denk ik even te ver. Ja. Helder. Nou, dan ga ik maar meteen naar Harry van Oosthout toe van de VVD. Ja. Jij liet een rode kaart zien. Ik had een rode kaart, want aan zich helpt werken zonder loon mensen natuurlijk niet uit de armoede. Mm-hmm. Maar het is wel verbinding houden met de arbeidsmarkt. En dat is mm-hmm. belangrijk. Mm-hmm. En dat is dus ook een waarde. Natuurlijk, je hebt het risico dat je vaste banen kunt verdringen, maar dan moet je heel erg zorgvuldig op letten dat je dat niet doet. Dus je moet zowel de mensen in verbinding laten houden met de arbeidsmarkt, als zorgen dat die mensen werkzaamheden doen die geen vaste banen verdringen. En die zijn er echt wel. Dus stoppen met werken zonder loon, dat krijgt niet de steun van de VVD. Jan Hendricks van de SP.
Ja, een duidelijke groene kaart wat ons betreft. Om mensen uit de armoede te halen is de beste garantie dat ze een baangarantie krijgen. En je kunt best mensen die nu nog problemen hebben op de arbeidsmarkt in een korte periode laten wennen aan vast werk. Zorgen dat ze werknemers vaardigheden krijgen, want dat is niet aan iedereen gegeven. We hebben ook nog met analfabeten, et cetera, te maken. Maar dat werken dan zonder loon moet met een baangarantie. Hm. Dus ja, je kunt een korte periode mensen laten wennen, maar daarna met een baangarantie. Helder. We gaan even naar deze flank toe. Mag ik Jan Lone jou het woord geven van het CDA? Jazeker, dankjewel. De andere Jan dan. Hè? Ja. Had ik een ander geluid horen. Ik had de rode kaart laten zien. Ja, voor ons als CDA is werken is het uitgangspunt. Dus iedereen moet kunnen participeren, moet zingeving hebben, moet bezig kunnen zijn. Dat is belangrijk. En natuurlijk, als dat kan, ik altijd met een salaris. Want dat geeft je nog meer voldoening dat je loon naar werken krijgt. Maar ja, het schuift naar elkaar toe als je de voorgaande mensen hoort. Helemaal zonder loon om mensen toch erbij te betrekken. Of het dan in de garantiesfeer of zo, kun je natuurlijk nooit voorkomen. En daarom zeg ik ook van, idealiter zou iedereen willen dat je betaalde baan hebt, maar dat kan niet. En daarom heb ik de rode kaart getrokken dat ik gezegd heb, je hebt situaties waarin je mensen niet je afstand wilt laten krijgen, waarin je mensen in situaties brengt waarin ze toch contact houden, dat ze in ieder geval kunnen werken, want dat is belangrijk, hè? Dan doe je iets, dat vinden wij heel erg belangrijk, dan participeer je. En als het kan met een salaris, maar als dat soms niet kan in een periode, dan is dat zeker acceptabel. Carla. Wij zijn het ermee eens. En waarom? Omdat werken zonder loon, dat is eigenlijk bedacht vanuit de participatiewet. Op het moment dat iemand lang in de bijstand zit, moet hij dan een tegenprestatie of zijn talenten gaan laten zien. En kun je je talenten nou gaan laten zien bij een dozenschuifbedrijf, terwijl je eigenlijk hele andere talenten hebt. Dus dan vragen wij ons af of dat nou per se gaat helpen met de weg naar de baan. Ik heb gelezen dat er iets van 50% van de mensen op dit moment in de bijstand werken zonder loon. En dat is in onze ogen niet wenselijk. Wij vinden dat het veel motiverender is om mensen zeg maar echt aan een baan te helpen. En niet door ze met regelgeving op die manier op te leggen. En eigenlijk is het al bijna een bruggetje naar de tweede stelling als het gaat om experimenteren met regelvrije bijstand. Want dat is waar ik ook een beetje op haak nu. Dus wat ons betreft zijn wij het eens. Werken zonder loon verdringt mensen op de arbeidsmarkt en betekent ook dat we eigenlijk de mensen niet uit de armoede halen op deze manier. Oké, helder. Dankjewel. Ja, we hebben samenwerking Venray, Martin Leender. Dank je. We hebben een rode kaart laten zien, met niet eens met de stelling. En waarom niet? In ons verkiezingsprogramma staat er overigens, iedereen die kan werken, die werkt. En anderen krijgen daarbij ondersteuning. En die ondersteuning die kan juist zijn dat je iemand tijdelijk zijn vaardigheden laat zien. Dat je hem toeleidt naar die betaalde baan. Maar dat je daarvoor wel even een periode moet hebben waarin hij dat werk zonder loon kan doen. Ja, overigens wel uiteraard met behoud van zijn uitkering. Dus ja, het is van welke kant uit je de stelling maar aanvliegt. Wij vinden dat je daar wel bij op moet letten dat er geen sprake is van verdringing. Dat kan absoluut niet aan de orde zijn. En vanuit mijn dagelijkse praktijk als manager bij een vrijwilligersorganisatie in Venray, of eigenlijk de vrijwilligersorganisatie in Venray, zie ik overigens dat mensen uit de participatie wel degelijk heel zinvol vrijwilligerswerk in Venray kunnen doen. Dus ik vond daar waar de inleider zei van dat zijn vaak mensen die zijn opgegeven en die worden maar ergens in een wijkcentrum weggestopt, dat vond ik toch echt wat te kort door de bocht. Ik denk dat we al die vrijwilligers die dat vrijwilligerswerk doen, gewoon echt te kort deden met die uitspraak. Oké. D66. Dankjewel. Ja, Daan Jansen. Ja, ik had de rode kaart opgestoken, maar ik had inderdaad misschien beide kaarten op kunnen steken. Want er zit natuurlijk een boel nuance in. Ik ben het eens met eigenlijk met de groene kaart opsteker, meneer Bisschops, en de rode kaart opsteker, meneer Van Oosterhout, die eigenlijk zeggen. Het is goed dat als er wordt gewerkt zonder loon, dat er dan wel uitzicht wordt gehouden op werk. En dat wat de heer Lone ook zegt, dat de periode van dat onbetaalde werk dan zo kort mogelijk zou moeten zijn.
Dat er daarmee contact wordt gehouden met de arbeidsmarkt, maar dat er ook dat mensen daarmee ook ritme kunnen houden, zeg maar een dagritme kunnen hebben, wat hen ook kan helpen. Maar ik zou ook misschien willen zeggen, wij zijn voor deze 60 is voor het experimenteren, ook met dit soort dingen. En wij zouden ook wel eens proberen willen experimenteren met het werken zonder loon, maar dan ja, met loon, om zeg maar, mensen die in de bijstand zitten, die misschien wat bij kunnen verdienen door dat werk. Dat hoeft geen groot bedrag te zijn, maar daardoor ja, is dat werken dan niet zonder loon, maar toch wel met een... Met de loon wat ze dan kunnen verdienen. Als het gaat over de tegenprestatie, dan zijn wij daar tegen. Verplichte tegenprestatie zijn wij tegen. Verplicht vrijwilligerswerk bestaat niet. Oké, okay. Misschien eerst even de zaal om te reageren op datgene wat de politici gezegd hebben. Ja, het ging over het werken en over het bezig zijn. Bezig zijn en zinvol. Ik weet niet, u had er iets over. Misschien kunt u dat nog eens een keer herhalen. Want... Graag. U wilde ook reageren nadat ik gesproken had. Het verbaast mij een beetje dat bij mijn collega's daar wat minder nadruk op gelegd wordt. Wij hameren er nogal op. Hè? Er wordt gezegd, wil je mensen laten stijgen op de participatieladder... dan is het doen van iets zinvols, dat kan tot op heel veel manieren, is heel belangrijk. Dat geef je als mens, geef je dat zingeving, geef je een goed gevoel, geef je goed, ja, in je bestaan is dat belangrijk. En dat je ook ritme hebt en dat je dingen doet. En natuurlijk is het beste dat dat betaald is. Dus daar gaan we vanuit. Dus probeert iedereen een betaalde baan te geven. Dat kan natuurlijk, als je zegt van ik ben na mijn betaalde baan, vinden we altijd dat vrijwilligerswerk... een rol moet kunnen blijven spelen. Want dat is belangrijk dat je blijft participeren. En daar kan het soms een beetje verringen. En dat willen we natuurlijk niet dat dat gaat. Dat dat vrijwilligerswerk betalen gaat verdringen op andere manieren. En dat moet je voorkomen. En dat, nou, daar gaat de discussie over. Maar je moet het niet uitsluiten. En dat geldt ook voor mensen die gewoon in hun arbeidscarrière zitten. Ook daar kan het zich voordoen dat je tijdelijk geen loon hebt. Maar wel zinvol bezig kunt zijn. Ja, ik heb toch echt iets tegen dat woord bezig zijn, moet ik zeggen. Ja, en ik kan begrijpen, inderdaad. Nee, maar dan moet u dat begrijpen in de manier dat ik dat zeg. Met bezig zijn is dat je daar, ik ben ook dagelijks bezig, ik heb een baan, ik verdien er geld mee. En dat bedoel ik mee, dat je een baan hebt waarvoor je betaald wordt. Ik vind die combinatie helemaal niet vanzelfsprekend. Baan dat zinvol is en zinvol, vind ik wel helemaal niet zeggen dat je zinvol bezig zijn. Dat wil helemaal niet zeggen dat... zonder activiteit moet zijn. Kan allemaal, maar dan verschillen wij naar van mening over. En dan neem ik nog even mee wat u aan de orde wilt stellen. Oh, ja. Het viel me op dat die stellen uit twee delen bestaan, maar niemand gaat erin. Maar niemand gaat erin op de verdringing van de vaste banen. Ik heb er niemand over gehoord. U begint er net weer over, maar ja, ik was nog niet in de beurt, dus... Nou, ik had het idee dat iedereen die er iets over zei... wij zijn tegen verdringing, als je dus dit gaat invullen. Het mag niet leiden tot verdringing van anderen, het vaste banen. Hè, dus dat zegt volgens mij iedereen. Dus daar vinden we in elk geval een aanknopingspunt waar iedereen het mee eens is. En de vraag is nu even uitgenodigd door Felix van... wordt dat op dit moment in de Venraaische praktijk getoetst... dat dat dan ook niet gebeurt. Want als de hele politiek vindt dat het niet mag... dan zou het dus ook niet mogen gebeuren. Want daar vinden we elkaar in. Hè? En hoe toets je dat dan? Daar waar Felix zegt, vanuit zijn brede praktijk... van nou, in een aantal gevallen lopen we er tegenaan... dat er inderdaad verdringing plaatsvindt van dit soort banen... dat daar de vaste banen verdrongen worden. Hoe toets je dat en gebeurt dat in de praktijk en wat ervan te vinden? Wie wil daar iets over zeggen? Jan, jij mag even niet, maar even omdat ik iedereen een beetje gelijk aan het woord wil laten. Ja?
Allereerst even waarom het hier in deze gemeente nog niet gebeurt. Dat zie je ook, degene die groen hebben gestemd zit in de oppositie. Dus die zitten niet in de regering hier. Ik wil even ingaan ook nog op dat bezig zijn. Het verdringen van de arbeidsmarkt. Dat betekent als mensen in de bijstand zitten en 20 uur in de week moeten gaan werken. En dat anders hun bijstandsuitkering in gevaar komt. Nou, dan spreek je dus over een hele vreemde regelgeving. En dat is niet meer alleen maar leuk bezig zijn. Maar dat is dus een hele andere situatie. En ik hoor vrijwilligerswerk daar ook tussendoor fietsen. Dat zijn toch wel andere dingen dan werken zonder loon. Zo simpel is het gewoon. Daar wilde ik even op reageren. Mijn vraag blijft nog even staan van hoe toets je nu of hoe controleer je nou dat dat niet leidt tot verdringing? Want daar zijn we het allemaal over eens dat dat niet een gewenst effect is. Hè? Jan? Ja, volgens mij hebben we als gemeente natuurlijk, is dat lastig om dat te toetsen dan. Hè? Welke instrumenten, hè, wat je daarvoor hebt om dat te doen. Je kunt ook zelf als, dat is ook nog een stelling, je kunt zelf als werkgever natuurlijk daar een heel goed voorbeeld geven. Als gemeente zelf, bij de bedrijven zelf, moet je ze vooral niet in verleiding brengen. Met de SW, met de hele sociale werkvoorziening, die hebben er ook een rol in. Je kunt mensen best wel in het traject brengen om via een stukje dan met behoud van uitkering en reïntegreren naar een betaalde baan laten komen. Dan. Dat is een poging die ik zeker niet uitsluit. En als ik dan blijf bij de stelling, dan staat er gewoon heel duidelijk, dubbele punt, stop werken zonder loon. En daarvan zeg ik van, in het traject om mensen, want wij vinden dus dat mensen moeten werken. Werken is een recht, maar ook een plicht. Hè? Als je gezond bent, je kunt, dan moet je werk kunnen verrichten. En daarmee zeggen van, dan heb je soms een traject nodig om daartoe te komen dat het betaald is. En dat moet je niet uitsluiten. Helder. Ja, nog even reagerend op Carla, die zegt, het gaat niet over vrijwilligerswerk. Nee, dat ben ik met je eens. Maar de inleider noemde het en passant, dat was de reden waarom ik erop inging. Ja. Ja, meneer Lonen zegt, stop werken zonder loon, dat is de stelling. Ja, daar heb ik de rode kaart laten zien, want ook wij samenwerking verder vindt, dat moet je niet zo zeggen. En als u zegt van, hoe controleer je nu of er verdringing is, want dat was de vraag. Ja. Ja, weet je, als je mensen stuurt naar een reïntegratieplek, laat ik het dan zo even noemen, dan zal dat hoop ik niet zo zijn dat je gewoon uit een kaartenbak een nummertje trekt en zegt van, ik ga je bij bedrijf X of Y plaatsen. Omdat er ook wel degelijk gesprekken aan de grondslag liggen. Van welk perspectief gaat u iemand bieden? Wat voor werk moet iemand gaan doen? En als je die check maakt, moet je ook kunnen controleren. Was dat voorheen een betaalde baan? Of is het iets wat een betaalde baan zou moeten zijn? En dan moet je ook durven zeggen van nee, dit is verdringing en we doen het niet. Dus wat ik zeg, je moet gewoon ook wel weten waar je mensen naartoe stuurt. En dan kun je controleren, is er sprake van verdringing ja of nee? Maar het gebied is soms ook wat grijzer. Hè? Carla zei net, volgens mij, als je mensen naar een dozenschuiver stuurt om dan wat werk te doen. Kijk, als je met een stukje met behoud van uitkering en je krijgt die kans om daar aan de slag te gaan, dan vind ik dat helemaal niet verkeerd, dat je dat in die mengvorm doet. Is dat nou zonder loon? Nee, dat is deels. Dus het is wat zwart-wit gesteld en ik had ook een stukje groen omhoog kunnen steken. Maar als je de principiële vraag stelt, zou ik zeggen, moet je dat niet uitsluiten. Juist om de mensen die kans te geven om weer aan het werk te komen, betaald werk. Maar de wet zegt, gij zult niet verdringen. Gij zult alleen maar additioneel werk. En wat ik niet begrijp, we mogen niet een beetje stelen of een beetje hard rijden. Ja, daar zit wel een marsje in, omdat de meetapparatuur. Dus u gaat wel heel makkelijk mee met van, nou ja, weet je, in het kader van iedereen moet maar werk hebben. En dan moet dat werk er ook eerst zijn. En we zitten nu voor het eerst sinds 10 jaar komen we een beetje uit de economische crisis. Dus u zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, ja, maar een beetje verdringen mag, een beetje stelen mag, een beetje afwijken van de wet mag. Nee, en dan maakt u natuurlijk een karikatuur van, je zoekt, en dat is dan een soort hybride vorm van, hè, om mensen aan de slag te krijgen, je zoekt naar wegen om je afstand te overbruggen. En als je het zwart-wit maakt, dan help je mensen juist niet aan een baan. Dus waarom niet juist de kans geven om daarin te schuiven? Dat, nou, dat is, zo sta ik erin. Ik maak het iets breder, even naar de SP, Jan Hendricks. Ja, dankjewel. Wat ik net ook al aangegeven heb, natuurlijk mag je mensen wel werkervaring laten opdoen, maar waar het vooral om gaat is dat een werkgever dan ook een baangarantie geeft. Als iemand 2 weken heeft laten zien dat hij het kan, ik werk zelf ook in die dozenschuifbranche, dat is echt allemaal niet zo moeilijk, behalve als je met machines moet gaan werken.
maar je hebt bewezen dat je het kunt, dan moet er van tevoren afspraken zijn gemaakt dat er een baangarantie is. En zo haal je mensen uit de armoede. En dat noemen we een proeftijd. Daar zijn we het gauw over eens hoor, dus wat dat betreft geen discussie. Het is een proeftijd, daar hoeft helemaal geen moeilijk ingewikkeld reïntegratietraject aan vooraf te gaan. We hebben een proeftijd. Ga je langer dan 1 jaar een contract bieden, doe je 2 maanden. Korter dan 1 jaar, doe je 1 maand. En in die maanden tijd krijg je heel goed gezien voor de meeste functies in Nederland of iemand presteert of niet. Ik ben er straks volgens mij mee begonnen door te zeggen dat het streven uiteindelijk is dat iedereen een betaalde en vaste betaalde baan heeft. Ja. Alleen waar nu de discussie zich op toespitst is dan de weg daar naartoe. Ja. En sta je daar dan in wat voor vorm dan ook een stuk zonder loon of met garantie. Nou, dat is dan de weg daar naartoe. Maar uiteindelijk is het einddoel betaalde baan. Je bent natuurlijk als gemeente niet handig bezig als je een half jaar iemand op een plek laat zitten wat een vaste baan kan zijn. Dan ben je dief van je eigen portemonnee in die zin. Dus het financiële belang speelt dan ook nog een rol. Nog vanuit de zaal, iemand die hierop wil reageren op deze discussie? Het begrip vaste baan, hè? Ik weet niet wie hier dan nog werkt, maar ik heb tot voor kort in een heel groot ziekenhuis gewerkt. En daar had je verdomde veel banen en die waren allemaal voor 1 jaar, 2 jaar. En al werkte je er heel erg lang, dan was het nog zo van, ja, wat is vast? Dus ik zou daar toch wel wat meer souplesse in willen hebben. We vragen allemaal heel veel van mensen. Je kunt ook niet een verdringing krijgen dat je uiteindelijk met mensen aan het werk moet helpen. En vervolgens andere mensen zou moeten laten gaan. Een ander punt, ik heb zelf het geluk gehad dat ik veel heb mogen werken met mensen en ook mensen naar werk heb toe mogen leiden. Maar ik zal je wel vertellen hoeveel werk dat oplevert. Want denk nou maar niet dat die mensen echt binnen een week of zo hup hun werk allemaal volledig kunnen doen. Dat vraagt heel erg veel uren van het gewone personeel en die tijd die neem je allemaal in de FTE's mee. Dus het verdrinkt niet, het levert werk op. De groene kaart, als je vindt dat daar wel toe verplicht kan worden. De groene kaart, als je vindt dat de gemeente dat mag wel verplichten. En een rode, als je vindt dat de gemeente dat niet mag verplichten. Heb ik het? Ja, dat zit. Een lichte meerderheid, zie ik zo, die vindt dat dat niet mag verplichten. En een meerderheid van de politieke partijen vindt dat ook. Nou, we zijn het daar met elkaar over eens. Ja? We gaan naar de tweede stelling toe. Dat is een vluggertje. Niet zozeer dat invoeren, dat is nou een heel karwei, maar daar gaan we niet uitgebreid over discussiëren. Maar we willen wel graag de mening weten. Met de groene of rode kaart, als je het eens bent met dat je vindt dat de gemeente Venraai zou moeten gaan experimenteren met die regel van bijstand, om dan even de groene kaart op te steken en rood als je het er niet mee eens bent. Ik zie dat 5 partijen zeggen van nou, wij willen dat experiment wel aan en 2 niet. Nou. En er komt dadelijk een coalitie, dus dan zou dat zomaar kunnen of zo. Dat is de vraag. Hè? Mag ik ook even aan jullie vragen van of je het er, als je het ermee eens bent, een groene kaart, en als je het er niet mee eens bent, een rode kaart. Nou, dat weerspiegelt. Het lijkt soms wel alsof de politici luisteren naar de mensen, om het zomaar even te zeggen. Ja, of andersom, ja. Omdat we het daar in een behoorlijk brede meerderheid, zowel de politici als jullie in de zaal, het op dit punt met elkaar eens zijn. Dus dat zou een kwestie zijn van inkoppen, zal ik maar zeggen straks, hè? Toch? We noteren het, we noteren het. Dankjewel. Dan een stelling op een heel ander niveau. De gemeente dient een actieve rol te spelen in het creëren en handhaven van voldoende en fatsoenlijke huisvesting en te zorgen voor voldoende spreiding binnen de gemeente voor arbeidsmigranten. We beginnen maar eens even met de stemming. Wilt u zeg maar
Zo, ik zie 6,5 groene en een halve, moet ik dat zien, is een halve rode? Ja. Dat wordt dan dadelijk wel duidelijk in de toelichting. Mag ik ook even vragen aan jullie, als je het eens bent met deze stelling, of je dan de groene kaart en als je het niet mee eens bent, de rode. Nou, dat is heel overduidelijk groen wat de klok slaat. Dankjewel. We beginnen maar eens even bij het is van alle twee wat. Nou, het is niet van alle twee wat. Ik vind dat dit twee... Sorry, ik moet dichterbij, hè. Ja. Ik vind dat dit twee stellingen zijn. Aan de ene kant moet inderdaad de gemeente zorgen voor fatsoenlijk, of in ieder geval inspanning leveren om fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Maar te zorgen voor voldoende spreiding in de gemeente, dat is een andere stelling, denk ik. Hoe ver moeten we daarin gaan, denk ik dan? We gaan ook niet ouderen spreiden of jongeren spreiden in de gemeente. Het zijn gewoon mensen die hier in Venrijk komen werken, die een bijdrage komen leveren aan de economie. En daar moeten we dus gewoon fatsoenlijke huisvesting voor bieden. Waarom moeten wij dat doen? Inderdaad, meneer zei dat al. We hebben een heleboel arbeidsmigranten hier in Venray rondlopen waar ze precies... Ze zitten op boerenerven, ze zitten op bungalowparken, ze zitten overal. De ramingen zijn ongeveer 3500 niet geregistreerde arbeidsmigranten hier in Venray. Maar we slagen er steeds niet in deze gemeente, om daar fatsoenlijke huisvesting voor te realiseren. Natuurlijk, we hebben daar een kader voor. We zouden graag willen dat die short stay arbeidsmigranten, daar hebben we het nu denk ik over, dus arbeidsmigranten die hier maar een paar maanden komen werken. We zouden die het liefst natuurlijk kleinschalig huisvesten in Venray, dus op kleinschalige plekken. Maar nogmaals, het is zo'n groot probleem, het zijn zoveel mensen, dat we moeten kijken om dan misschien toch een grootschalige initiatieven die er zijn geweest, toch te gaan ondersteunen in de gemeente Venray. En dat zijn dan initiatieven volgens de SNF-normen, dus de Stichting Normering Flex Wonen. Dat is een normering die opgesteld is met de doelgroep, met de arbeidsmigranten. Dus dat is op een fatsoenlijke manier, grootschalig, beheersbaar, huisvesten. Er zijn initiatieven voor geweest, maar er was geen meerderheid hiervoor in de raad. Zou de gemeente een actieve rol moeten spelen? Ja, maar de gemeente zou ook moeten durven om dit soort initiatieven die er zijn te ondersteunen. Oké, helder. Ga je gaan. Ja, dankjewel. Ja, net als Daan leg ik het maar even uit of we het hier hebben over de arbeidsmigranten van de short stay. Want zij die in Nederland willen blijven, zij die in Venray willen blijven wonen, ja, die moet je gewoon regulier huisvesten. Overigens, die initiatieven waar het ging over grootschalige huisvesting, die heeft Samenwerking Venray niet gesteund. Dat had niets te maken met het feit dat wij tegen arbeidsmigranten zijn, maar dat had te maken met het feit dat wij zoveel arbeidsmigranten op die locatie geen goede plek vonden, geen goed idee vonden, en omdat het beleidskader wat we zelf hadden gemaakt met elkaar dat ook niet toestond. Dat was de reden overigens waarom wij tegen waren, dus niet omdat wij tegen arbeidsmigranten zijn. Als je het hebt over kleinschalige opvang, want daar is Samenwerking Venray een grote voorstander van, staat ook in ons verkiezingsprogramma, geen grote huisvestingslocaties. Ja, dat kun je creëren door nu eindelijk eens te gaan handhaven. En wat doen we? We kijken naar brandveiligheid, maar zijn er nog inrichtingseisen? Zijn er nog zaken als het afdragen van toeristenbelasting? En daar doen we te weinig mee. Als je daar gaat handhaven, je trekt daar de komende jaren geld vooruit om al die locaties die niet voldoen en al die regels waaraan het dan moet voldoen, om die gewoon te sluiten, ja, dan krijg je vanzelf kleinschalige initiatieven die wel voldoen aan de normen, en dan kun je daar met goed fatsoen mensen huisvesten. Dus ja, de gemeente heeft daar een actieve taak. Maar die actieve taak ligt wat ons betreft met name in het huis of in het handhaven. Ja, en daar moet strakker aangetrokken worden, begrijp ik. Ik ga voor de afwisseling even naar de PvdA. Een mooie afwisseling. Want ik ben het eigenlijk helemaal met Daan eens van D66. We hebben hier in Venray net een hele forse discussie achter de rug over een grootschalige locatie. En dat is niet doorgegaan, omdat daar blijkbaar bedenkingen waren op basis van ruimtelijke ordening.
Maar er kan blijkbaar wel een woonhofje komen en dat vind ik dan weer raar. Want dat lijkt me het van dezelfde strekking zo'n beetje. Maar ja, wij hebben een, om even naar de stelling terug te komen, wij hebben een actieve rol te spelen. De raad heeft een actieve rol te spelen. En wij moeten ook durven om die rol te spelen. Ik zeg niet dat we dit nu niet gedurfd hebben. Ik vind in het algemeen, we moeten ook af en toe minder populaire maatregelen nemen. Dat hoort nou eenmaal bij het vak als raadslid. En dan moeten we dat ook doen. Dan moeten we daar ook stelling in durven nemen. Als je aan de ene kant wil dat er sociale veiligheid is, dat er gehandhaafd wordt enzovoort, dan zal er ook een bepaalde omvang aan zo'n opvanglocatie moeten zitten. Want anders kun je dat niet geregeld krijgen. Het is mijn stellige overtuiging. Als je hele kleinschalige opvang hebt, dan is het wat handhaving betreft en de sociale veiligheid betreft veel moeilijker te regelen. Maar het stuit op veel weerstand, dus dat zal ook in Venray nog heel veel discussie losmaken. Okay. Arie van de VVD. We waren het heel erg met elkaar eens. Ik heb overigens het rode van Daan niet helemaal begrepen uit zijn verhaal. Ik vond het al redelijk groen klinken. Ja, natuurlijk moet de gemeente daarin een rol vervullen. En het gaat om veel mensen. Spreiding is ook belangrijk. Kleinschalige opvang of kleinschalige huisvesting vind ik wel van belang. Ik heb de discussie in Leunen natuurlijk gevolgd. Ik woon daar zelf. Ik heb ook de oproep van de man hier toen gehoord. Die, dat was een arbeidsmigrant. Die in gebrekkig Nederlands uiteindelijk centraal stelde, doe het niet grootschalig. En we komen dan, voor het weten zitten we terug in de discussie, oude melkfabriek Leunen. Maar het moet wel kleinschalig blijven. En ik zie het in mijn eigen omgeving overal gebeuren. De mensen zijn gehuisvest. Of het kwalitatief onder de maat is, dan komen we inderdaad op handhaving terecht. Maar de gemeente moet inderdaad een actieve rol spelen. Wie anders? Maar we kunnen het niet zelf doen. En hoe zit het met de handhaving, omdat daar straks... Ja, blijkbaar hebben we daar een knelpunt. Maar ze slapen ergens, hoor, iedere nacht. En misschien is dat wel onder de maat. En daar zouden we dan echt eerst mee moeten beginnen. Mag ik daarop reageren? Ja. Er zijn eigenlijk twee opmerkingen. De eerste was, wat was het rode gedeelte van mijn opmerking? Dat zat aan het begin van mijn reactie op deze stelling. Het ging over die spreiding. Daarom heb ik ook rood opgestoken. En dan over dat handhaven... dat klopt, inderdaad, we zouden meer moeten handhaven. Maar er is geen alternatief. Als we overal dan gaan handhaven, waar moeten die mensen dan heen? Waar moeten ze dan wonen? Wij moeten ook zorgen voor een alternatief. Het is en-en. Oké, okay, dat is een nadere toelichting. SP, Jan. Ja, tuurlijk heeft de gemeente een actieve rol te spelen. En de SP is heel duidelijk voor spreiding van de arbeidsmigranten in kleinere huisvestingsprojecten. We hebben in het begin van deze raadsperiode alles aangedrongen op bijvoorbeeld het creëren van semi-permanente woningen, afgekort ook wel SP-woningen genoemd. De Partij van de Arbeid heeft het in de tijd gehad over de tiny houses. Dat zijn nou juist projecten die je hier heel goed voor kunt gebruiken. En waarom spreiding? Met name de dorpen vragen er zelf om. Van breng arbeidsmigranten naar het dorp. Dat is goed voor het dorp. Daar komen meer kinderen op de scholen, et cetera. Dat is goed voor de plaatselijke winkeliers. Die komen er zelfs om vragen. Hè. De directrice van de school, IJsselstein Merslo, is het hier zelfs in de raad expliciet komen vragen. Een ander punt waar wij wel zorgen over hebben, dat is dat heel vaak bij deze huisvestingsplannen er een koppeling bestaat tussen werken en wonen. Nou, en dat willen wij niet. Je moet het werken en het wonen los van elkaar koppelen. De grote uitzendbureaus maken daar op deze manier vreselijk misbruik van de arbeidsmigranten. Er wordt wat veel gezegd ook over shortstay. Nou, in mijn optiek bestaat shortstay nog amper. De moelanders, zoals ze heten, komen hier naartoe om voor langere tijd te werken, om echt geld te verdienen en dan eventueel na een aantal jaren weer terug te keren naar hun land van herkomst. En die mensen hebben gewoon recht op een goede huisvesting. En dat laat onverlet dat mensen uit Venray zelf, die urgent woningzoekende zijn, ook een kans moeten krijgen op die woningmarkt. En je moet niet mensen gaan huisvesten in grote huisvestings,
groepen zoals de Oude Melkfabriek. Er zijn volgens mij nu al 4 van dit soort plannen geweest. Men wil het niet. En dan wordt er gezegd, moet gehandhaafd worden op de plekken waar ze nu zitten. Ik denk dat het eerste onderhandelingspunt moet gaan worden bij de coalitieonderhandelingen. Hoeveel meer handhavers gaan we in Venray krijgen, juist om dit soort problematiek aan te pakken? Ik ga even naar de andere Jan toe. Dankjewel. Ja, over het punt wat Jan van de SP aanhaalt over oneigenlijke koppeling tussen wonen en werken, daar zijn we denk ik allemaal over eens. Dat mag niet, hè? Dat is een helder punt. Maar dat was niet de strekking, van de stelling. Natuurlijk heeft de gemeente een rol, maar wel de rol die we kunnen spelen als op het gebied van planologie. Daar gaan wij met name over dan. En daar kunnen we heel actief in zijn. Wij verlenen de vergunning of de bestemming waar die huisvesting kan plaatsvinden. Daar besluit ik namens CDA in ieder geval niet. Kleinschalig sowieso niet, dan maar ook een grootschalige vorm van huisvesting sluit ik niet uit. Maar het moet wel kunnen op een plek. Hè. Dus we hebben nu net op de Stationsweg een plek van 80, 90 een aantal toegestaan. Dat kan er dus wel. Dus dan moet je kijken wat er mogelijk is. Een punt waar je dan wel mee komt, waar je mee van doen krijgt. We hebben, ik dacht iets van 4.000, 5.000 mensen zelfs in Venray die hier werken. En ze zitten overal verspreid. Overal zitten die mensen op plekken waar het meestal niet vergund is of niet legaal is. En dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je zeggen van we gaan ze, en trouwens ook soms niet legaal als het niet voldoet dat het de wandcontactdoos, die moet op 60 centimeter hoogte zitten en die zit maar 30 centimeter hoogte. Nou daarvan zeggen we, moet je daarop gaan handhaven. Want als je ze echt gaat handhaven, dan vrees ik dat we bijna geen plek meer overhouden. En dan, en waar ga je ze dan naartoe jagen? Dat is de reden waarom we kijken om het in de regio op te pakken, waar je in ieder geval gelijkluidend beleid hebt, dat we niet het waterbed effect krijgen, dat we zeggen, gaat u hier maar weg, want wij handhaven, we hebben nog geen alternatief. We hebben zomaar niet een aantal SP-woningen staan, of wat dan ook. Dus in die zin, ook al zouden we genoeg handhavers hebben, we laten op plekken waar het verantwoord is, hygiëne, sociaal en veiligheid, laten we het nu toe, in de hoop dat we toch betere oplossingen kunnen vinden. En kleinschalig is daarbij nu het adagium. En dat is op zich hoe het gebeurt. En als we in staat zijn om in de regio met z'n allen goede afspraken over te maken, dan zou mij dan een lief ding waard zijn. Carla, tenslotte. Wij vinden dus ook dat we een actievere rol moeten gaan spelen. We hebben geen fatsoenlijk beleid, we hebben geen fatsoenlijke kaders. Dus elke keer hebben we met elkaar ook deze discussie. Die grootschaligheid, dat blijkt wel weer, is niet gewenst. De mensen reageren daar heftig op. En als het gaat over voldoende spreiding, dan moet je wel oppassen. We hebben ook nog mensen die ook andere woningbehoeften hebben. Hè? Dus mensen die gescheiden zijn of mensen die jongeren die hier willen huisvesten. Dus op het moment dat wij gaan huisvesten voor arbeidsmigranten, moeten we goed in de gaten houden dat het geen verdringing wordt op die woningmarkt. Dus ik heb het gevoel dat wij ook in het kader van die hele woningmarkt gewoon eens goed moeten kijken van hoe gaan we met die arbeidsmigranten om. Die grootschaligheid, dan krijg je dat handhaven. Ik heb het idee, ik vind het eigenlijk heel vreemd, het is een ethische gevoel wat ik erbij krijg. Op het moment dat je kleinschalig opvangt, vinden we dan met elkaar dat we moeten handhaven? Waarom? Omdat het arbeidsmigranten zijn? Ik vraag me dat af. Volgens mij moet je gaan handhaven op het moment dat je mensen op een hoop gaat gooien. Dan krijg je allerlei situaties die niet wenselijk zijn. Dus die kleinschaligheid zou veel wenselijker zijn. Daarom hebben wij ook tegen Leunen, de melkfabriek, gestemd. Dat vonden wij ook een andere situatie dan als het bijvoorbeeld ging destijds om asielzoekers, waar je wel een heleboel mensen tegelijk moet opvangen. En ik vrees de discussie die nu ook weer over het Roekenbos gaat komen, daar ook weer heel veel arbeidsmigranten terechtkomen. En dat is, vinden wij niet wenselijk. Toch even wat Carla zegt over die, als je eerlijk op de keper beschouwt, die kleinschalige huisvesting. Het is prima dat dat nu zo lukt. Hè? Je mag in een woning 4 mensen huisvesten. Gewoon in, vroeger mocht je wel met een gezin met 10 kinderen erin wonen. Maar je mag migranten, arbeidsmigranten, mogen maar 4. En wil je er meer in huisvesten, dan moet je dat aanpassen. Dan moet je een nieuwe vergunning, een bestemming aanpassen. En daar zijn we het denk ik wel over eens, Carla, hoor. Dus daar zou je, als we als gemeente ons werk zouden doen. Dus ik ben helemaal geen voorstander van om 100 handhavers gaan inroepen. Want waarvoor? Om ze weg te jagen uit dat soort plekken. Als ze er nu allemaal op een goede manier gehuisvest zijn, en als er dan in een burgerwoning 5 mensen zitten waar ze goed zitten, dan zie ik geen reden, want dat hebben we in ieder geval nu geregeld.
En dan hebben we dat probleem voor dat moment nu dan enigszins in de hand. Een andere oplossing hebben we niet. Dus wegjagen of gaan handhaven, dat vind ik ook een lastig. Nou, ik heb het woord wat mij betreft, ik doe even streng. Nee, ik doe even streng. Oh, maar Jan krijgt wel de hele tijd de kans om te reageren. Ik wil ook even reageren. Ja, dat wil ik. Eén ding. Ja. Zo, we gaan naar de zaal toe, naar de kiezers. Streng, maar we komen nog terug. Je bent nog niet van me af. Wat is er aan vragen of reacties vanuit de zaal? Klinkt geweldig, kleinschalige opvang. Dat klinkt heel vriendelijk allemaal. Maar kleinschalig. Ik weet niet of jullie zelf ooit met arbeidsmigranten gewerkt hebben. Ik wel. Weet je wat die het belangrijkste vinden? Goedkoop wonen. Niks uitgeven. Dus als die een huis kunnen huren wat voor 4 man bestemd is, willen ze daar graag met z'n 10 in zitten, want het kost minder. Dus wat gebeurt er met die kleinschalige opvang? Alles wat er bij boeren en tuinders op het erf zit en allerlei tijdelijke gebouwen en in schuren ondergebracht, dat is precies wat jullie niet willen. En dat is wat er nu gebeurt. Dus ik vind dat, hoe noemde je dat? SP-plan? Ik vond de afkorting van een stom plan. Ik denk dat het veel verstandiger is om tegemoet te komen aan de wensen van die mensen. En dat is om eenvoudige voorzieningen te hebben, grootschalig, want we hebben die mensen keihard nodig. We hebben er duizenden nodig hier in de regio. Anders gaan een heleboel sectoren van onze economie gewoon kapot. En ik denk dat we daarvoor moeten zorgen. Ik heb zelf veel met uitzendkrachten gewerkt. Ik heb zelf gewerkt in Maasbree. Een bedrijf wat 200 meter afstand heeft van work and stay. Waar honderden arbeidsmigranten zitten. Onder hele prima omstandigheden. Er is gewoon goed toezicht. Er zijn gewoon goede regels. En er is geen enkele overlast voor de omgeving. En al die mensen waar ik daarmee gewerkt heb, kwamen met heel veel plezier elke week terug. En ik denk dat we daarvoor moeten zorgen. En waar wij hier last van hebben, is het not in my backyard syndroom. Okay. Als ik vlak bij de melkfabriek woon en ik wil dan niet dat daar zoiets gebeurt, dan stem ik tegen. Ja, als we dat allemaal gaan doen, dan is er maar 1 oplossing. En dat is een grootschalige opvang te creëren op de industrieterreinen. En dat daar neer te zetten. Dat is volgens mij nog de enige alternatief. Ja, dank je. Ik hoor de politiek of een aantal van de politiek zeggen, je moet handhaven. Dat is een utopie. Het is bestuurlijke handhaving. Dat kost jaren. Waar je gaat handhaven, dan begint het traject jaren te lopen en dan popt het ergens anders op. Dus je kunt dat roepen, maar dat is echt van de zotte. Je kunt dan beter kijken, hoe kun je die situatie die je in beeld hebt zo goed mogelijk gedogen en daar reëel mee omgaan. En ik ben geïnteresseerd in wat de lijsttrekkers eigenlijk verstaan onder grootschalig. Het woord wordt heel vaak gebruikt. We hebben een Rijnland College, daar zitten 1000 leerlingen. Is dat nou grootschalig, kleinschalig? Is het bij 100? Is het bij 250? Schep die duidelijkheid. Want als die er niet is, dan hebben we steeds een woord waar je niks mee kunt. En als je het dan hebt over een bedrijventerrein, bedoelen we dan een bedrijventerrein ver weg op de Blakt? Of bedoelen we een bedrijventerrein tussen 2 plaatsen in? Want niet ieder bedrijventerrein is een bedrijventerrein. Dus definieer het duidelijk wat je bedoelt in het kader. Dan kun je ook gemakkelijker naar een oplossing toe. Ja, nee, ik vind sowieso dat je en moet doen. Dus dat, ik vind het een falen van de politiek dat we met de melkfabriek gewoon de fout ingegaan zijn. Want dat had gewoon opgelost moeten worden. Je kunt je oren niet laten hangen naar kleine groepen. Maar kijk gewoon in een breder verband. Kijk ook naar andere plaatsen, zoals net genoemd werd, Kuik. Dat is gewoon goed te handhaven. Alleen, je moet er gewoon je inspanning voor leveren. En dat verwacht ik van de politiek. Dat ze daar gewoon daadkracht stellen. En dat betekent dat je en-en doet. Dat je zowel kleinschalig in de wijken migranten opbrengt. Maar ook locaties als zo'n melkfabriek. En misschien zelfs op een industriegebied, maar dan wel dicht aansluit bij de bewoning van de normale wijken van Venrij. Zodat zij ook gewoon gebruik kunnen maken van alle middelen, supermarkten, noem maar op. Ja, maar zorg dat we, ik denk dat je gewoon binnen het komende jaar gewoon daar een duidelijke stelling in kunt nemen en actie kunt ondernemen. En ik denk dat dat gewoon moet gebeuren, want die discussie loopt veel en veel te lang. Ja. Nou, ik vraag even aan de lijsttrekkers om op de 3 punten te reageren. En ik begin natuurlijk bij Carla. Hè? Ja,
dank je wel. Wat ik even net wilde zeggen, ik ken een mooi voorbeeld in mijn dorp. Dat zijn hele slimme Polen, die hebben gewoon een huis gekocht en die wonen daar met 3 gezinnen in. En die wonen dus goedkoop en niemand heeft er last van. En nou, prima oplossing. Even over die bedrijventerreinen. Ja, er lopen hier 2 discussies door elkaar en dat gaf ik al aan het begin aan. De kortdurende arbeidsmigranten en mensen die echt langer hier werken. Nou, degene die hier langer werken, moet je niet op een bedrijventerrein willen zetten. En zeker niet uit de buurt van een kern. Die moet je integreren, dan moet je zorgen dat ze de taal fatsoenlijk leren. Dan heb je een fatsoenlijk integratiebeleid. Dus wat dat er gaat, vind ik niet dat we ergens ver weg die mensen moeten gaan stoppen. Als het gaat om, moet ik even de bril erbij pakken. Oh ja, wat is grootschalig, vroeg die meneer. Nou, ik lees getallen van 800 arbeidsmigranten in het Roekenbos in Blitterswijk. Dat vind ik grootschalig. Ik vind het lastig om een getal aan te geven, 400 of 200. Het heeft alles te maken ook met waar de locatie is. Wat dat betekent voor de sociale omgeving. Dus een getal sec noemen vind ik een lastige. Ik kan me voorstellen dat als je in een hele grote groep gedurende een maand zit, dat je daar geen moeite mee hebt. Maar als ik een half jaar tussen 400 arbeidsmigranten als arbeidsmigrant zou wonen, zou dat een hele andere situatie zijn. En dat is de oproep waar Harry het over had, die arbeidsmigrant die hier laatst heeft ingesproken en zei van doe het niet, want dan krijg je situaties waarbij je weer moet gaan handhaven. Als mensen te lang op een hoop gegooid worden, dan is dat een geen wenselijke situatie. Mee eens? Of niet mee eens? Wie wil daar iets over zeggen? Waar ik het in ieder geval mee eens ben, is dat grootschaligheid ook situatiegebonden is. Mm-hmm. 300 mensen in het taluut van de Deurnesweg vonden wij te veel. Ja. Ja, ik heb net al gezegd eigenlijk, hè, dat ik ben het helemaal met die meneer eens dat je soms op een grotere schaal moet huisvesten. Wij vonden daar de plek bij de oude melkfabriek prima geschikt voor. Daar kun je dan randvoorwaarden scheppen, daar kun je. En daar zal dan ook gehandhaafd moeten worden, maar die meneer gaf ook aan in Maasbree, daar wordt op een goede manier mee omgegaan. Er zijn huisregels, er zijn conciërges volgens mij, als ik me niet vergis. En dan kun je dat regelen. Als je dat heel kleinschalig moet doen, dan gaat dat niet lukken. Want je gaat dat niet, wat Karel volgens mij net zei, moet je dan überhaupt wel handhaven. Maar je moet ervan uitgaan dat je misschien wel 3.000 tot 4.000 mensen nog ergens onder moet zien te brengen. Dan ga je kleinschalig helemaal niet voor elkaar krijgen, al doe je nog zo je best. Ik zou niet weten hoe. Grootschalig gaat dat zelfs nauwelijks lukken. Dus wat ons betreft moet er een mogelijkheid zijn voor grootschaligheid. Je moet wel elke keer bekijken naar de plek, wat kan, wat kan niet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Bedrijventerreinen, nou, liever niet wat ons betreft. En als er dan een bedrijventerrein is wat er midden tussenin ligt, waarbij je eigenlijk in ieder geval kunt integreren in de dorpsgemeenschap of in het centrum van Venrijn, noem maar even. Ja, je moet mensen niet zomaar ergens in een doos ergens wegstoppen midden op een industrieterrein. Dat lijkt me zeer onwenselijk. En dan krijg je gekke en vervelende situaties. Nou, daar wil ik nog wel over zeggen. Je zou natuurlijk, want het gaat over de actieve rol die de gemeente zou moeten spelen. Ja. Men zou als gemeente samen met Wonen Limburg ook kunnen gaan kijken van welke panden, leegstaande panden in Venray zijn geschikt of geschikt te maken voor niet al te grote. En als ik een getal zou moeten noemen, dan zou ik zeggen 100. Maar dat is toch een beetje afhankelijk van hoe, wat en waar. Maar zou ik zeggen het getal van 100. En wat we zeker niet moeten gaan willen is arbeidsmigranten gaan wegstoppen op industrieterreinen. Ik weet dat we daar nog een hele hoop lege plekken hebben, maar dat moeten we zeker niet willen. En handhaven moet je vooral doen daar op plekken waar echt gevaarlijke situaties zijn. En het gaat dan inderdaad niet over of een stopcontact op 60 centimeter of op 30 centimeter moet zitten. Harry, wou jij je licht er nog even over laten schijnen? Ja, het is ook niet zo dat hier nu 4000 mensen buiten staan die vannacht geen plek hebben. Nee. Volgens mij hebben die mensen allemaal wel een plek.
Dus het is goed geregeld dus? Dat is vraag 2. Ja. De vraag is of er ook schrijnende misstanden zijn. Mm-hmm. Ik weet niet of de gemeente dat scherp in beeld heeft. Mm. Als dat zo is, dan moet je daar wel tegen optreden. En ik denk dat het bijna niet mogelijk is om al die verschillende locaties ook echt als gemeente in beeld te hebben. En dan is natuurlijk ook handhaving heel erg lastig. Mm. Maar op dit moment loopt het. De mensen slapen, de mensen zijn ondergebracht. Maar zeg je dan even nemen voor de scherpte in het gesprek van op dit moment loopt het, mensen zijn ondergebracht, het is oké zoals het nu gaat? Ik zeg niet dat het helemaal goed is, maar daar waar het niet goed is, daar moet je nog in acteren. Okay. Als gemeente. En dat betekent dat je kaders moet stellen, dat die kaders voldoende soepel moeten zijn. Want als je ze te scherp stelt, dan kan het nergens. En je kunt ook misschien, wat Jan, mijn buurman, zegt, zelf ook nog eens actief op zoek gaan naar wat zijn nou theoretisch denkbare plekken. Maar ze liggen niet allemaal op straat buiten nu. Dat scheelt ook wel. Hè? Ja, zeker als het vriest. Ja. Ja. In de opmerking, want ik heb het al over die grootschaligheid gehad. Je moet de plekken wel weten. En natuurlijk weten we best wel van een aantal plekken waar arbeidsmigranten ondergebracht zijn en waar het gedoogd wordt. En het woord gedoogd zegt eigenlijk al dat we eigenlijk vinden dat het niet zou moeten. En dan kom je ook, wat Jan net zei, dat het werk en wonen bij elkaar ligt, dat willen we al sowieso niet. En dat is nu in heel veel gevallen wel zo. En dat schept een zeer afhankelijke situatie die wij niet willen. En volgens mij wil dat inderdaad bijna niemand, of zelfs helemaal niemand. Dus handhaven, ja, je moet er echt mee opletten. Want ja, er zijn best wel gevaarlijke situaties al in het verleden geweest. Daar zijn we ook wel van op de hoogte gesteld. En dat gaat natuurlijk ook een keer mis. En dan? Dan zou je, ja, dat hadden we misschien toch anders moeten doen. Ik vind dat we moeten zorgen dat we goede huisvesting, die we zelf ook zouden willen als we ergens kort zouden verblijven. Het gaat wat mij betreft om de short stay en niet over midstay of long stay. Want dan kunnen mensen inderdaad ook via de woningbouw of via een koopwoning aan een woning komen. Maar het gaat wat mij betreft hier echt om de short stay en dat moeten we gewoon goed regelen. En, nou ja, Jan komt nu met een getal van 100. Nou, prima. Dan zijn we in ieder geval alvast een heel eind opgeschoten de andere kant op. Ja. Nog even de blessuretijd, hè? Want, ja. Ja, men spreekt nu wel over het huisvesten van mensen die voor shortstay hier zijn. Maar dan hebben we het dus echt niet over 4000 arbeidsmigranten. Dat zijn er veel en veel en veel minder. Ja, maar dat is even de feiten. Nee, misschien toch even de feiten dan. Ja, dat we 28.000 banen. Maar er wordt heel veel gesproken over hoeveel mensen nu actief zijn als arbeidsmigrant hier. Hè. We hebben 28.000 banen in Venray zelf. En de schattingen zijn dat er 20% van die banen ingevuld worden door arbeidsmigranten. Ja. Dus er zitten hier 5.000-6.000 mensen die je moet huisvesten dan. En dat gebeurt nu ook. En als gemeente hebben we helemaal hartstikke goed in de smiezen waar ze zitten. Dat weten we ook waar ze allemaal zitten. En ze zitten in principe ook wel allemaal op een veilige plek. Alleen als je planologisch bekijkt, niet op de plek waar we het zouden willen. Dus wat Harry zegt, ja, we doen een beetje artikel 5, hè. We kijken door de vingers, we steken de kop een beetje in het zand. We hebben wel de kans om het goed te regelen. En we willen het ook wel goed regelen misschien. En dan moet je natuurlijk passen in de omgeving. Dat kan wat kleinschalig zijn in een dorp of in een wijk. Of grootschaliger op een andere plek. Alleen lukt het ons niet om die plekken te vinden. En ik zou ervoor pleiten. Ik ben principeel echt niet voor een grootschalige oplossing. Niet tegen een grootschalige oplossing. Maar die moet je wel vinden. Hè. De melkfabriek heeft geleerd dat dat heel lastig is om het op zo'n plek te doen. Daar moet je echt respect voor hebben dat niet kan. Maar het ontslaat ons niet van de opdracht om die 5000 mensen. Want de longstayers, dat gaat om honderden mensen, Jan. Mm-hmm. Maar de shortstayers zijn echt duizenden mensen. En die zijn nu, hebben allemaal een bed, slapen niet op straat, maar als we gaan handhaven wel. Dus zijn we nou in staat om 50, 100, 250, dat soort plaatsen te vinden die gedragen worden om die aan te wijzen. Nou, dat is de opdracht voor de komende jaren. Ik zou graag met de collega fractievoorzitters of lijsttrekkers daar aan weer aan de slag willen. Ik kom dadelijk bij jullie, maar er waren een paar. Ja, dankjewel. Mijn naam is Anne Thiele en ik ben wethouder zorg in deze gemeente. En ik wilde toch even wellicht iets rechtzetten. Want de heer van de VVD, meneer Van Oosterhout, begon net over het zal toch wel goed gaan. Ze leven niet op straat. Nou, meneer Van Oosterhout, ik zie ze terugkomen bij ons bij de maatschappelijke opvang. Omdat ze wel op straat wonen en leven.
Dus het is kop in het zand steken om te denken dat het overal goed zit en dat ze overal prettig wonen of verblijven. Dat is niet zo. Je krijgt ze op een andere manier weer gewoon terug. Ja, vanuit de praktijk. Dat is ook niet hetgeen wat ik gezegd heb. Ik heb niet gezegd dat het overal helemaal oké is. Maar het is ook niet zo dat er 5000 mensen hier nu aan de poort staan. Nee, maar zo zwart-wit is het ook niet gezegd, hè? Voor de helderheid. Maar het is ook niet zo van, zo hoor ik het, van en ieder is onder de pan en het is oké. Er is nadrukkelijk, zijn er ook een aantal mensen die via de gemeentelijke instantie duidelijk zichtbaar zijn dat het niet oké is. Hè? Ja. Nu hoor ik inderdaad twee verschillende verhalen. Ja. Ik hoor aan de ene kant Jan van het CDA zeggen dat we ze allemaal in beeld hebben en dat iedereen goed slaapt. En achter mij hoor ik iemand van het CDA zeggen dat ze niet allemaal zo goed slapen en dat ze inderdaad via opvang bij de gemeente terugkomen. Dus je ook één gezamenlijk punt aan de urgentie. Ik hoor Jan duidelijk zeggen, ze slapen allemaal, ze hebben allemaal een wet, we weten waar ze zitten. We hebben 400 plekken, volgens mij moet ik even, ze zijn allemaal geïnventariseerd en de plekken daar waar het, en er zijn, we hebben ook een aantal plekken misschien niet in beeld, hè, want wat we niet weten, dat weten we niet. Hè? Dus dat zijn allemaal, dat is heel moeilijk om een hele problematiek ook goed in beeld te krijgen. En die zullen waarschijnlijk dan bij andere bureau komen. Maar ik zeg ook, het is de kop in het zand steken. We weten gewoon dat op een heleboel plekken, en dan is echt niet altijd 30 centimeter wandcontact door de hoogte, maar dat zei ik met een knipoog natuurlijk. Maar daar handhaven we nog wel op. Waar het echt gevaarlijk is, waar mensen met koolmonoxidevergiftiging bedreigd worden, daar moeten ze meteen weg. En daar hebben we een oplossing voor. Maar we moeten in staat zijn om wel passend bij de schaal en de maat van de omgeving en de behoeften, daar moeten we voor zorgen dat we die plekken aanwijzen. En dat zou ook een grootschalige plek kunnen zijn. En dat is genoeg, de oproep aan helder, elkaar. Helder punt is gemaakt. Ik ga ook nog even naar Ja, ik hoor zeggen van er zijn opvanglocaties die niet voldoen. En ik hoor ook het publiek bestuurlijke handhavingstrajecten duren lang. Ja, dat kan zo zijn. En er zijn misschien ook niet voldoende opvangplekken als we gaan handhaven, maar het niet hebben van voldoende slaapplekken als we gaan handhaven. Of een langdurig handhavingstraject mag nooit een excuus zijn om niet te handhaven. Want het gaat inderdaad vroeg of laat een keer mis. En dan kom je volgens mij niet meer weg door te zeggen van ja, als ik gehandhaafd had, had deze meneer of mevrouw nergens kunnen slapen. Ja, met nergens kunnen slapen of onder de blote hemel is dan misschien ook een beter alternatief geweest dan te moeten overlijden omdat je huisvestingslocatie niet voldoet. Of ik zou ook niet willen hoor dat iemand onder de blote hemel moet slapen. Meneer Lonen die gaf zojuist ook aan, ja, we willen wel grootschalige locaties die gedragen worden. Ja, als ze gedragen worden, dan wil ook Samenwerking Venray best meedenken over die grootschalige locaties. Alleen wij horen in de gemeenschap die gedragenheid niet. En er werd ons ook gevraagd naar een getal. Dan laat ik in ieder geval dit zeggen. Toen er 80 opvangplaatsen, huisvestingslocaties kwamen op de Stationsweg, heeft u Samenwerking Venray niet horen piepen. Dus dat geeft misschien ook wel weer een grens aan. Maar altijd blijft daarbij, grootschaligheid moet je ook zien in waar gaat het dan plaatsvinden en wat is de locatie en de omvang. Daan, D66. Dank u wel. Ja, als het gaat over het draagvlak, dan wil ik graag refereren aan de inspreker net. Die het had over de bijdrage van arbeidsmigranten aan de Venrijse economie. De economie trekt aan, de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. We hebben de mensen gewoon nodig. En inderdaad, als bedrijven hier niet aan genoeg arbeidskracht kunnen komen, dan verdwijnen ze gewoon. En dan verdwijnt daarmee ook de werkgelegenheid voor de Venrijnaar. Dus dat moeten we ook in het achterhoofd houden bij dit vraagstuk. Dan reageren op de vraag, ja, wat is grootschalig? Dat verschilt inderdaad per situatie. Ik hoor eigenlijk de heer Hendricks van de SP net iets interessants zeggen. Ja, 100. Ik vind 100 best wel veel. Als dat op een beheersbare manier kan, en of Wonen Limburg dat nou doet of een andere organisatie, dat maakt dan denk ik niet zoveel uit. Als het maar beheersbaar kan, 24-7, dat er iemand rond kan lopen. En dat die huisvesting gewoon op een goede manier kan plaatsvinden daar. Nou, dat zou ik al heel mooi vinden. Dus daar kunnen we elkaar misschien vinden. En dan mijn laatste opmerking over de inspreker. Ja, het moet en, je moet en handhaven. En een alternatief bieden, maar het begint bij het alternatief. We moeten beginnen met het alternatief en dat moeten we zo snel mogelijk doen. En de urgentie is hoog en dan kunnen we gaan handhaven. Dus als ik het goed begrijp, dan gebruikt meneer Jansen het aantal plaatsen als excuus om vooral niet te gaan handhaven. Dat kan toch niet zo zijn?
Nee, dan begrijpt u me verkeerd. En dan, dat is ook wat de heer Lone zegt. Kijk, als het echt situaties zijn die niet houdbaar zijn, onveilig, ja, natuurlijk moeten we dat dan wat aan doen. Maar het artikel 5, wat we nu aan het doen zijn, dat kunnen we niet voor eeuwig vol blijven houden door de vingers kijken. We moeten zorgen voor goede huisvesting voor die duizenden mensen die hier nogmaals een belangrijke bijdrage komen leveren aan de Venrijse economie. We gaan snel door naar een stelling waar we wat korter bij stilstaan, dat is stelling 4. Bij de inkoop van diensten en aanbesteding moet het uitgangspunt van de gemeente niet de laagste prijs zijn, maar de kwaliteit en bovenal de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers die een vaste baan en cao verdienen. Dus kijk niet alleen naar de laagste prijs, maar kijk ook naar wat het doet met de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers aan wie werk via het bedrijf uitbesteed wordt. Kwaliteit zeker ook, ja. Ja. Ik vraag eerst maar eens even aan jullie of je het daarmee eens zijn. Dus dat de gemeente niet alleen moet kijken naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Wie is het daarmee eens? Nou, dat is heel erg duidelijk een onderstreping van de inhoud van deze stelling. Dank je wel. Nou, eens even kijken of de politici luisteren naar wat deze mensen zeggen. Hé, hey, dat is nu het geval. Hé, hey, bijna het geval. Oh, nee, want het is half. Huh? Oké. Maar dus dat is 6,5 voor. Ja, dan zijn we het eigenlijk roerend met elkaar eens. Daar hoef je daar ook niet meer verder over door te praten. Dan ga ik over naar de laatste stelling, stelling nummer 5. De gemeente Venray geeft als werkgever zelf goede voorbeeld, onder andere door te stoppen met onnodig flexwerk, inhuur te beperken en de verplichte garantiebanen op een duurzame wijze in te vullen. Ik vraag het toch eerst maar even aan de kiezers. Wie is het eens met dat de gemeente Venray in de onderwerpen die Paul aangaf het goede voorbeeld moet geven? Dus minder flexwerk, minder inhuur en verplichte garantiebanen, mensen met beperkingen in eigen dienst nemen. Wie is daarvoor? Ik vraag het vervolgens aan de dames en heren politici. De voorbeeldfunctie van Venray. Zo, dat is zomaar unaniem. Nou, de toelichting erop. Ik begin maar eens even bij jou. Martin, samenwerking. Ja, valt daar nog veel aan toe te lichten. Overigens vind ik het jammer dat we vanavond bij een aantal stellingen mensen de kans hebben gegeven om geen kleur te bekennen, maar gewoon twee kaartjes op te steken. Zo kan ik het ook. Want je zou bijvoorbeeld deze stelling ook kunnen lezen als de gemeente Venray geeft het goede voorbeeld, als vaststelling. Mm-hmm. Of zeg je van, zou het goede voorbeeld moeten geven? Ja, je moet het goede voorbeeld geven, maar je kunt ook geeft het goede voorbeeld. Maar de uitnodiging ja, ligt dan precies, van, ja. Geeft Venray op dit moment in de ogen van samenwerking Venray het goede voorbeeld? En wat zou de toekomst moeten zijn? Dan vraag ik het de zo. De toekomst zou in ieder geval moeten zijn dat je al datgene wat hier staat gewoon doet. Dat je stopt met onnodig flexwerk, dat je je inhuur beperkt, maar ook dat je je verplichte garantiebaan op een duurzame wijze invult. Als je zo de stelling leest, ja, dan kan dan niemand tegen zijn. En hoe is de praktijk? Hoe is de praktijk? Want er kan niemand er tegen zijn. Hoe is nou de praktijk hier dan? De praktijk is dat je in Venray ziet dat inhuur toch wel zoveel mogelijk beperkt wordt. Want er altijd een reden is waarom je in zou moeten huren. Ja, omdat je een kracht tijdelijk uitvalt of noem maar op. Dat geldt ook voor flexwerk. Niet alle flexwerk is blijvend werk. Hè, dus je zult altijd een bepaald percentage aan flexwerkers houden. Daar waar je de stelling zegt, als je flexwerkers maar op blijft vullen met flexwerkers, ja, dan heb je gewoon een vaste baan, dan moet je daar een vaste baan van maken. Moet je dat niet via andere draaideurconstructies maar op flexwerk houden. Dus daar waar die stelling dat gewoon zegt, onnodig flexwerk,
Dat moet je voorkomen, je moet inhuur beperken en je moet ook je verplichting opnemen daar waar het over die garantiebanen gaat. Ja, daar ben ik gewoon van harte voor en dat moet je doen. Carla. Ja, ik had natuurlijk ook even gekeken op internet van hoe dat in elkaar steekt. Maar ik geloof zelfs dat je als je meer dan 25 werknemers in dienst hebt, dat je verplicht bent om te zorgen met betrekking tot die banenafspraak. Als wij dat niet doen als gemeente, dan zijn wij in overtreding. Zo simpel is het al. En dat vind ik wel kwalijk. En we hebben de afgelopen jaren hier dit prachtige gebouw 28 miljoen in geïnvesteerd. Dus we hebben heel veel in stenen gestopt. En het wordt zo langzamerhand tijd dat we ook eens wat in mensen gaan stoppen. Dus een garantiebanen met zeg maar een duurzame wijze, dus dat ze de kans hebben om een vaste baan te krijgen, is uitstekend. Die 3,8 miljoen die net genoemd werden over dat inhuren, dat vind ik wel zorgelijk. En ik zou zeker, ik begrijp wat Martin zegt, van ja, soms moet je wel inhuren. Maar misschien moeten we dat toch met elkaar tegen het licht gaan houden de komende periode. Of daar nog wel wat aan te veranderen is. Want inhuren om het inhuren, dat moeten we met elkaar niet willen. Oké. Okay. Ik ga maar even, nou Henk, vooruit. Soepelen bij vandaag. PvdA. Ja, ik ben het met wat Martin zegt helemaal eens, maar wat we de laatste jaar ook gedaan hebben, en ook met Carla overigens, we hebben personeel ook een taakstelling opgelegd. Een taakstelling om te bezuinigen. En als je dat doet en er minder mensen in huis rondlopen, dan kom je eerder in situaties terecht waar je mensen in moet huren om pieken op te vangen en dergelijke. Als wij vinden dat je, en ik ben het met de stelling helemaal eens, dat dit moet gebeuren, dan moeten we daar ook consequenties uittrekken met betrekking tot de vaste banen, met betrekking tot personeel, met betrekking tot de taakstelling. Ook daar moeten we dan als raad consequent in zijn. En dan lost dit voor een deel al op. Geen. Ja, dank je. Ik ben het inderdaad wel met de vorige sprekers eens, maar wat Paul aan gaf, hè, van de gemeente Venray zou 6 mensen in dienst moeten nemen. Waarom gaan wij dit jaar niet 6 mensen uit die arbeidspool opleiden tot handhavers? Dan hebben we 6 mensen in dienst. Win-win situatie zoeken. Nou ja, iedereen was het met die stelling eens en als je er naar kijkt, dan is het ook heel lastig om daar niet mee eens te zijn. Natuurlijk moet je nooit onnodig flexwerk hebben. Ieder bedrijf heeft een zekere flexibele schil nodig. Dat varieert naarmate een bedrijf conjunctuurgevoeliger is of niet. Volgens mij valt dat met de gemeente nogal mee. Dus ik denk dat het hier beperkt kan zijn. Ik schrik overigens wel van 3,8 miljoen inhuur. Heel erg veel als je het over banen hebt. Als je dat omrekent. Dus ja, die moet je beperken. Maar er moet ook iedere keer een echt argument zijn waarom je dat dan wel toch doet. Ja, en ook het laatste garantiebaan op een duurzame wijze invullen. Als dat je wettelijke verplichting is, dan moet je dat gewoon doen. Dus daar kun je het nauwelijks mee oneens zijn met wat daar staat. Dus we waren het eens. Ja. Even een kleine reactie op wat jij zegt. Dat is dan wel binnen de raad heel aardig geregeld. Dat we eigenlijk jaarlijks wel heel nadrukkelijk vragen over wat er ingehuurd is en waarom dat het ingehuurd is. Want er zijn toch aardige partijen behoorlijk scherp op om daar een vinger achter te krijgen. Jan. Ja, natuurlijk over die garantiebanen, dat is een wettelijke plicht, daar zijn we het gewoon over eens. Ja, voor de inhuur, je ziet met de economie, hoe die zich ontwikkelt, dat daarmee dat je een golfbeweging hebt van hoeveel mensen je inhuurt dan. Hè. Het is de kunst om, want dat is ook de taakstelling die de gemeenteraad dan oplegt aan onszelf, aan de organisatie, om niet te veel mensen te hebben. En het is de kunst om juist in goede tijden niet uit de bocht te vliegen dat je te veel mensen aan inhuur doet en dat je daarin beperkt, zodat je in slechtere tijden ook een beheersbare organisatie houdt. En daar is het constant laveren tussen. Je ziet altijd in hoogconjunctuur dat je wat meer inhuur hebt, dat je die flexibele schil nodig hebt voor een heleboel projecten die lopen. Daar is dan geld voor, dat moet acuut uitgevoerd worden, zodat je in magere tijden ook wat ruimte hebt en dat je organisatie niet te zwaar is. Dus je moet in tijden van hoogconjunctuur niet te bang zijn voor ietsje meer inzet van flexwerk en inhuur. Waarom zou je in tijden van hoogconjunctuur, wat nu het geval is, waarom zou je nu de rem erop moeten zetten? Nou, wat Henk straks daar zei, van we hebben ook als raad de opdracht gelegd van dat je altijd een slanke en gezonde en ja, ook niet te veel
niet te veel personeel in dienst hebt als gemeente ook. Om die zin ook het goede voorbeeld te geven. Maar het zijn wel communicerende vaten natuurlijk. Vaste lasten, vast personeel. Ja. En als je dan de rem op zet en aan de andere kant dat leidt tot meer inhuur. Maar dat zijn ook kosten. Maar heel geforceerd. En dat is dan constant laveren. Heel geforceerd wat de afgelopen jaren gedaan hebben. Dan we afscheid moeten nemen van mensen. Mm-hmm. Hè, in tijden van laagconjunctuur. Daar hebben we ook van gezegd dat is niet het beste. Dus daar ga je een beetje met de golf op neer. Dat vind ik ook helemaal niet slecht. D66? Ja, dankjewel. Ja, ik denk dat de voorgaande sprekers genoeg nuances hebben aangebracht. Daar ben ik het heel mee eens. Ze moet gewoon... Is er nog behoefte bij jullie om nog iets te zeggen? Al was het maar afsluitend voordat ik afsluit. Ik heb een heleboel gehoord over vast en flexibel werk. Arbeidsmarkt is oververhit. Als werkgever is het gewoon... heel moeilijk om aan mensen te komen en nog moeilijker om aan goede mensen te komen. Hoe zou dat nou komen dat niemand vaste contracten wil geven? Ik denk dat het gewoon voor een groot gedeelte komt doordat jullie zelf als FNV het heel onaantrekkelijk maken voor ons als werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. Dus ik zou echt willen vragen aan de FNV om daar een andere rol in te spelen. En dan mag je daarnaast zorgen dat het veel duurder wordt om flexibele mensen aan te nemen. Want ik denk dat het onterecht is dat die vaak goedkoper zijn dan vaste mensen. Ik ben bereid als werkgever om voor flexibele mensen, de flexibele schil, meer te betalen dan voor vaste mensen. Maar als ik in een hoogconjunctuur zit en het is niet eens aantrekkelijk om mensen vast aan te nemen, omdat ik in een laagconjunctuur moeilijk van die mensen af kan komen, dan is er iets fout, denk ik. En dat is mijn oproep aan jullie als FNV, als organisatie van deze avond. Dit zou zomaar, dit nodigt natuurlijk uit tot een, daar valt van alles op terug te zeggen, maar daar hebben we de avond vanavond niet voor. Ik wou in elk geval, ik wou toch nog afsluitend één ding vragen. Wie van jullie gaat stemmen? Nou, dat. Ja, oké. Okay. Nou, dat. Want we hebben natuurlijk toch te maken met zeg maar 50% of soms zelfs minder opkomst. Terwijl het wel dicht bij huis is waar we het over hebben. En deze thema's die we vanavond, denk ik, besproken hebben. Ja, raken de gemeenschap Venray. En daar hebben de dames en heren politici toch als volksvertegenwoordigers een belangrijke rol in te spelen. En roep ook de anderen in je omgeving op om in elk geval de 21ste te stemmen. En ik geef het laatste woord graag aan onze voorzitter. Dankjewel. Ja, als voorzitter. Ja, goed, we zijn met het begin gekomen. En we komen dus nu ook aan een eind. We willen niet zomaar afscheid nemen. We hebben voor de lijsttrekkers hebben we een... bloemetje, maar ook voor onze debatleider en onze inleider hebben we een bloemetje meegenomen en die willen we graag even geven. Karel, lukt dat? Ja. We hebben bewust, omdat we neutraal willen blijven, geen rode gekozen. Maar ik heb trouwens, ik was nog één vraagje vergeten. Het is een FNV-bijeenkomst. Wie is er eigenlijk lid van de FNV of van de vakbeweging? Van de vakbeweging. Nou, de best een aantal, maar ook wat dat betreft is de werk aan de winkel. Dankjewel.